Gaming Gamers of the Gamerverse. Wanneer deze aflevering online komt, ben ik ontzettend druk met verhuizen. En het kan dus zijn dat deze video net iets anders wordt dan dat je gewend bent. En dat komt doordat ik dus heel weinig tijd heb, omdat ik alles in moet pakken. Omdat verhuizen altijd een ontzettende chaos is. En omdat ik ineens heel veel zin heb om een kamelenrace te organiseren. Maar ik echt 0,0 tijd heb om ook maar iets voor te bereiden. Een kamelenrace omdat racen wel cool is, maar deze auto niet heel snel gaat. Een kamelenrace omdat ik denk dat deze server wel een kamelenrace kan gebruiken. Een kamelenrace omdat ik denk dat kamelen de beste beesten zijn om mee te racen. En laat ik voordat ik ga uitleggen waarom ik denk dat kamelen de beste dieren zijn om mee te racen, eerst maar eens alle racedieren verzamelen. Waar komt die zombie vandaan, joh? Oh. 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 Ik zit dus even mijn basis te bekijken. Echt een prachtexemplaar. En er is niet echt plek voor nog meer beesten. Dus we moeten plek maken. Het lijkt wel Minecraft. En ik denk dat dit wel een mooie plek is. Moet ik alleen de grond even gelijk maken. Gelukkig heb ik een bacon. En als ik die even hier neerzet. Klik, 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 klik. Dan is het, als het goed is, zo gepiept. Hey, gratis leads. Neem me niet kwalijk. Hey, mijn auto is gejat. Dat zal wel karma zijn. Alright, gaming gamers. We hebben even plek gemaakt. En ik hoop heel erg dat dit genoeg plek is. Want mijn pickaxe is bijna stuk. Hey, nog meer leads. Op deze prachtige locatie moet ik dus stallen bouwen en een racebaan. En volgens mij zijn er 4 dieren waar je mee kunt racen. Dus dat wordt dan ook een stal met 4 hokken. En omdat ik in de toekomst druk ben met verhuizen. En omdat mijn auto gejat is. Wacht eens eventjes. Dispenser. Lever. En die plaats ik dan hier. En hier. Lama hoofd in de dispenser. Lever er tegenaan. Nou, dat is toch weer prachtig, hé. Groot succes. Oké. Dispenser. Lever. Wandering Trader hoofd. Atza. Nou, dat ziet er toch weer even gezellig uit. Ik was dus aan het vertellen dat ik geen blokken ga verzamelen. En als het goed is, is dat ook helemaal niet nodig. Het wordt wel een beetje druk in mijn huis. Hier moet ik misschien ook een oplossing voor bedenken. Kijk, ik heb hier nog best veel blokken. En hier ook. En ik heb ook meer dan genoeg bamboe. Dus als het goed is, kan ik die stallen gewoon in de stijl van mijn huis bouwen. Er zit zelfs iemand op zolder. Wacht eens eventjes. Waarom staan er zoveel villagers op de trap? Als je bij mij naar zolder wilt, moet je hier deze waterlift in. Het is hartstikke druk hier. Goed, ik heb misschien hulp nodig. Maar eerst die stal maar eens bouwen en hopelijk wordt hij net zo mooi als mijn prachtige basis. En waag het niet om te zeggen dat hij lelijk is. Ik denk oprecht dat dit de mooiste stal ooit wordt. Maar ik kom allemaal blokjes tekort. Het dak moet er nog voor de helft op. Er mist hier nog wat gras. Maar misschien als ik dit bruin maak. Zo bruin als aarde. Vet logisch. Dat ik het dan met de lichtgroene concreet misschien wel red. Ik heb het met de lichtgroene concreet niet gered. Shoot. Hey, wat zie ik hier? Oké, dat komt wel goed. Zand. Gravel. Er zitten zelfs villagers in mijn bomen. Oké, ik moet hier echt iets aan doen. Poppies. Rode verf. Rode concrete powder. Gekke machine. Voor rode concrete. Zo, kijk eens aan. We zijn er bijna. Alleen nog even wat fans, gates en lanterns. Volgens mij zie je zelden zulke mooie stallen. Geef mijn stallen een mooi cijfer in de reacties. En voordat ik in deze prachtige stallen de 4 racedieren ga opsluiten, ga ik eerst even hulp vragen voor mijn loslopende villagerprobleem. Dat ze het hier buiten gezellig hebben, vind ik niet heel erg. Maar dat ze langzaam mijn huis overnemen. Ik bedoel, ze staan letterlijk overal. Echt overal. Jongens, dit is mijn slaapkamer. Is een teken dat ik niet genoeg huizen heb gemaakt. Het zijn er 16. En ik dacht toch echt dat ik genoeg bedden had neergezet. Blijkbaar vinden ze mijn huis leuker. Maar gelukkig is Walnut online. Wel gek dat hij geen ogen heeft. En ik hoorde dat hij een autowinkel had geopend. Dus hij kan me vast helpen. Ja, hallo. Hey, welkom. Bizar. Wat gezellig. Hey, dit is echt gewoon jaren geleden. Zeker. Jaren. Ja. Ik heb een autowinkel. Daar kom jij voor, hè? Ja, daar, hoe weet je dat? Dat heb ik gelezen op het nieuws. Bizar. Ja, breng me erheen. Breng me, ik ben erg benieuwd. Ja. Is dit de ingang naar de autowinkel? Dit is naar de gang hier. En in de gang kan je kiezen om naar het laboratorium te gaan. Nee, dat wil ik of niet. Of om naar dit wat ik zo meteen ga bouwen. Oké, daar kan ik nog niet heen, want het bestaat nog niet. Het bestaat nog niet. Of de autowinkel. En ik heb echt iets geweldigs voor jou gemaakt. Ja, oké. Ja, ik denk dat ik ook hier moet zijn. Ik heb namelijk een beetje een probleem. Ja? Ik heb een last van een woningtekort. Woningtekort? Ja, dat klinkt natuurlijk heel gek dat ik dan naar een autowinkel ga, maar ik denk
Dat jij alsnog wel een oplossing voor me hebt. Ja, maar geef me even een snelle tour. Hier komt nog een auto, die heb ik nog maken. Hier is een politieauto, hartstikke cool. Race Monster, heel snel, super gaaf. Een motor, eigenlijk mee teleurstellend. Het plek was gewoon te klein om het groot te bouwen. Hier hebben we ook een golfcarry, functioneel met kisten en een kofferbak open en dicht. En hier is hetgene waar jij naar zoekt, denk ik. Is het snel genoeg? Ja, dit was echt top. Ja. Ik wil nog heel even eerst stilstaan bij deze kofferbak. Ja? Ja, echt keihard. Kost maar 5 diamonds. Dat is echt... Jeetje, dat is geen geld, joh. Nee, ik wil niet nog zelfs een prijs wil die. Denken. De golfcarry, die wil je? Ja, 2. Ik wilde 2. 2? Ja. Oké, dat is prima. Dat ga ik regelen. Maar hier, de prijs heb ik nog niet eens bepaald. Hij was echt letterlijk net binnengekomen. Oh ja, dit is mooi. Ja, dit is een camper. Hij is sowieso... Net binnen. De lampen zitten er nog niet eens op. Nee, ik zie het. Nee. Ja, dus mooi. Echt. Mag ik even binnenkijken al? Ja, kijk. Nee, joh, tuurlijk. Nee, joh. Ja, twee bedden, oké. Okay. Twee bedden, ja. Absoluut. Beetje opslag. Opslag. Hier lekker zitten. Hier lekker rijden. Lekker zitten. Lekker rijden, inderdaad. Ja, ik zie hem hier. Ik zie mezelf hier wel zitten. Ja. Ja, oh, nee joh. Functioneel. Ja, nee, functioneel. Joh. En wat gebeurt er als ik op deze knop druk? Dan start hij. Oh, overtuigend motorgeluid. Ik denk dat dit het beste is wat je hebt. Voor jou in ieder geval wel. Dan wil ik er graag 100. 100? Ja. Meen je? Ja, ik heb 100 nodig. Ja, ik heb dus heel veel vriendinnen in mijn basis tegenwoordig. En die moeten allemaal naar huis. 100 is echt heel veel. Ja, dat is wel echt heel veel. Dat ben ik met je eens. Echt heel veel. Maar dan kunnen we misschien wel iets doen met de prijs. Want kusje diamonds vind ik wel wat aan de hoge kant. Dat zeg het maar. 100? Ja, 100 stuks. Kan je dat regelen, denk je? Dat kan ik regelen. Als jij een locatie voor mij kan bedenken waar ik 100 van die campers kwijt. Ja, gewoon een beetje rondom mijn basis. Je weet waar ik woon, toch? Ik weet waar je woont. Ja, een beetje eromheen. Een beetje eromheen gewoon. 100, dat is echt. Ik ga. Kijk, tot goed. 100. Gaan we regelen. Ja. Ik moet wel zeggen, ik ben echt heel druk met verhuizen op het moment. Echt ontzettend druk. Ik ben, as we speak, een wasmachine naar beneden aan het tillen. Oh ja. Dus ik vroeg me af of ik na de hand kon betalen. Ja, prima. Echt? Prima. Ja, natuurlijk. Oké, dat had ik niet verwacht, maar dat is top. Nee, tuurlijk. Ja. Je kan 100 kusjes na afloop betalen. Ja. Oké, zal ik deze dan wel alvast afrekenen? Ja, dat is prima. Dat waren 10 diamonds. Dit is wel snel te regelen. Heb je ergens een... anders aan hebben? 2 verschillende kleuren of zo? Ja, maak er wat moois van. Verras me. Ik verras je. Verras me maar wel op een leuke manier. Waar is de kassa? Ja, loop maar mee. Ja. Die zie je. Oké, 10. Dat heb ik gewoon. 10 diamonds. Dat heb ik. Ja, heb je dat? Ja, en ik heb ook bijna genoeg voor 100 campers, denk ik. Maar dat doen we later. Echt een doen we later. Hartstikke leetjes. Nou, dan zie ik ze wel verschijnen. Ja, helemaal goed. Dan ga ik nu weer gaan. Ga nu maar weer gaan. Ik ga weggaan. Ik zit vast. Hallo, hacker! Zo. Ik ben er. Hey. Ik Hoe is het ben heen? Er. Het gaat uitstekend. Dat is fijn. Om te ik ben op dit moment wel mijn keuken aan het uitruimen. Aan het uitruimen? Ja, nu. Ja, ik ben aan het verhuizen. Dus ik ben echt ontzettend druk, Harlow. Nee. Druk van de variant ontzettend. Maar misschien kan jij mij helpen. Ik kan wel helpen, denk ik. Ja. Harlow, wil je even meekomen naar mijn prachtige basis? De mooiste basis van. Wow! Ik kom wel even mee. Jemig. Geen scheten laten, alsjeblieft. Nee. Nul scheters. Ja, als je denkt, waarom loopt hij zo gek? Ik zit dus in F5, zodat de kijkers thuis ook jou kunnen zien. Oh, ja. Ik maar daardoor weet ik niet waar ik heen ga. Idee. Oh! Kijk, dit is mijn nieuwe stal. Stel, je zou het een 10 geven. Welk cijfer zou je het dan geven? Ik zou het dan een 10 geven. Welkom bij mijn stal. Ik ga hier een kamelenrace organiseren. Voor jou en voor mij en voor iedereen wie er nog meer mee wil doen. Wat gezellig. Ja, maar ik moet ook andere dieren hebben voor het verhaal van mijn video. En ik dacht, misschien kan je daar wel mee helpen. Want ik ga zelf wel op zoek naar kamelen. Dat is een heel gedoe natuurlijk. Maar ik dacht, varkens, paarden en ezels. Ezels. Ik vind ezels. Echt? Oh, daar ben ik echt heel blij mee dat je dat... Oké, top. Dan ga ik zorgen voor paarden en varkens. Ja, want die zijn lekker makkelijk, zeker. Oh, joh. Harlow Haker. Harlow Haakman. Dit is gewoon extra. Heb je leads? Ik heb namelijk wel leads. Ik kan niet helemaal uitleggen hoe ik daaraan kom. Kijk, ik heb hier een kist. Die heet Echt Leuk. Echt, ja. En daar zitten vast echt leuke dingen in. En daar zitten zadels en leads in. Wat wil je nog meer? Ik heb zelfs een vishengel met een wortel eraan. Mending, zo. Hier maar steen. Hey. Oké, bedankt Harlow. Voor je hulp. Ja.
is goed. Ik ga dat wel weer even doen, hè? Succes met je avontuur. Maar lieve mensen, dit is toch helemaal geweldig? Er komt een oplossing voor mijn villagerprobleem. Harlow komt me helpen met het verzamelen van racedieren. En ik heb zelf al de spullen om de overige dieren te vinden. Helemaal top. En zo ver weg kunnen die beesten toch ook niet zijn? Wat doen al die villagers hier nou weer? Ik hoop dat die campers snel komen. Ik heb hier gewoon varkens. Ze zitten tussen mijn koeien. Zo, zijn jullie nou gerepareerd? Ze hebben een kind gemaakt. Oh, ik heb paarden. Let's go, gamers. Gamers, ik heb ze gevonden. Gamers. Oh, wat een leuk beest. Oh, leuk. Oh, mijn paard zit in de boom. Oh. Oh, ik zit met die paarden in de jungle. Elke dag. Lijpetunes. Er zitten allemaal villagers hier in de bomen. Oh, nee. We zijn gearriveerd, lieve mensen. Alright. En jullie kunnen hier lekker naar binnen. We hebben 3 varkens. We hebben 3 paarden. Dan is het alleen nog even wachten op Harlow met zijn ezels. Die zit nog helemaal daar, oh. Dus dat kan nog wel even duren. 1 week later. Hey, we zitten in een groep. Als je ook in een groep. Ja, als je ook in een groep komt, dan kun je zometeen Harlow Haker aanzien komen met ezels. Hoe leuk is dat? Oh, ik wou eigenlijk wel ook mijn golfkarretjes even laten zien. Dat kan als Harlow er is. Eerder kan het not. Hé! Hey! Daar is hij! Met ezels! Yay! Ja. Geweldig. Dit, zo, nu zitten jullie voor eeuwig opgesloten. Oké, hey Harlow, we hebben nog meer leuks. Je kan wel even meekijken, want mijn golfcarries zijn afgeleverd. Ja. Nee joh. Ja, we krijgen nu een tour. Oh, kijk eens, dit is de eerste. Ik heb een paar modificaties gedaan. Wat een leuk, wat staat er? Dat is heel meneer. Leuk. Nee joh. Ja. Ja. Waar zit Harlow? Korte. Nee. Oh, het leuke is, hij lijkt nu wel een beetje op een golfbal. Nu deurtjes, die kan je open en dichten als je wil. Dan zit je wat veiliger. Ja. Ik hou ze open voor gewoon de leuk natuurlijk. Ja. En hij heeft nu ook lampjes aan de achterkant. Wauw. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Het is echt wat gewoon. Ik ga nu slapen. Oeh, lekker. Kan iemand een snurkgeluidje maken even? Hallo? Waarom moet ik dat? Die ander staat hier. Oh jeetje joh. Hey. Ja. Helemaal over nagedacht. Deze is rood. Wat een leuk ding. Ja. Ja, hè? Hetzelfde, alleen een ander nummerbord. Ja, ziet het, KB Caddy. Harlow, kan je even de volgende scène inluiden? Lieve mensen, we gaan nu naar de volgende scène. Oké, dit is echt weer perfect. Dit gaat echt nooit genoeg plek zijn voor een racebaan. Hé, probleem voor later. 3 van de 4 hokken zijn gevuld, dus het wordt tijd om kamelen te gaan zoeken. En als het goed is, is er 1 kameel per woestijndorp. En houden kamelen van cactus. Omdat het waarschijnlijk nogal een avontuur gaat worden en ik heel ver moet vliegen, lijkt het me handig om wat extra raketten te scoren. En dat kan aan de andere kant van deze fantastische tunnel. Hier bij deze speedshop. Rockets. 3 stacks voor 1 diamant. Wat een vreselijke afzetterij. Nou, dat worden dan misschien nog maar 99 campers. Dan neem ik nog even wat zadels mee. Dorpje nummer 1. Kameel nummer 1. En nu moeten we 2000 blokken teruglopen naar mijn basis. En ook een beetje zwemmen. En ook een beetje klimmen. Njoo. Hey, ik zie hier dus gewoon nog een dorpje. En het zou perfect zijn als daar ook een kameel is. Anders zou ik dus heen en weer moeten. Dat is ook niet ideaal. Ja. Ja, 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 top. Ja, ja, een lead. En dan ga je toch gewoon met mij mee. Hey, tot nu toe zit het mee. Komt het misschien nog goed met mijn video? Home sweet home. Oh, oké, en jullie krijgen dit fantastische hok van mij. Ga lekker naar binnen. Hup, hup. En maak meteen even een kind. Ja, dat is wel schattig. Hij ontsnapt gewoon. Huh? Oké, ik heb duidelijk meer hekjes nodig. Aan de kant, mijn kamelen ontsnappen. Hekjes. Joh, die beesten gaan meteen op wereldreis. Oké, nu ik mijn kamelen zeer veilig heb opgesloten. Wat? Dit is een ninja. Oké, nu ik mijn kamelen zeer veilig heb opgesloten, kan ik jullie kort uitleggen waarom ik denk dat kamelen de leukste beesten zijn om mee te racen. Elk paard heeft zijn eigen snelheid en zijn eigen springvermogen. Zeg maar hoe hoog ze kunnen springen. En er is dus geen paard even snel en ook niet elk paard kan even hoog springen. Dan wordt je race dus oneerlijk. Ezels uit het wild zijn wel even snel, maar als je ze tempt en ze een baby laat maken, cute, dan verandert de snelheid dus wel. Maar bij kamelen, lieve mensen, is dat niet het geval. Die zijn altijd even snel en kunnen altijd even hoog springen. Maar ja, dan zou je dus ook net zo goed met ezels kunnen racen die niet gefokt zijn. Of kunnen gaan racen met varkens. En dat klopt voor een deel. Kamelen zijn namelijk de beesten met een unieke mechanic. Ze hebben namelijk deze dash. En die moet je goed timen. Hoe beter je hem timet, hoe verder je springt en hoe sneller je bent. Dat betekent dat je dus goed of slecht kunt zijn in het racen met een kamelen.
mail. Zonder dat de race dus oneerlijk wordt. En zonder dat het saai wordt zoals op een varken. Abonneer als je dit een duidelijke uitleg vond. Voor we kunnen gaan racen met kamelen heb ik als eerst natuurlijk een racebaan nodig. En ik heb een beetje een idee van hoe ik de racebaan wil hebben. Maar ik heb geen blokken en niet genoeg plek. Ja, dat wordt nog wat. Kamelen komen uit de woestijn. Ja, dat is toch even een leuk weetje. En daarom wil ik de racebaan maken van sandstone. Ik pak er heel even een andere pickaxe bij. Alles lekker hakken. En dan verzamel ik even wat. Hiermee zal ik het toch wel redden. En deze racebaan is ook een beetje een test. Is het een succes, dan maak ik een grotere. Maar voor nu wil ik een baan van 4 breed. En voor 2 spelers met 5 blokken ertussen. En het past nu al niet. Ik heb even meer plek gemaakt. En meteen maar even de racebaan aangelegd. En ik geloof dat die zo al lang genoeg is. Maar ook verschrikkelijk saai. Het is letterlijk een rechte baan waar niks gebeurt. En daarom wil ik hier een start bouwen. En hier dan een finish. En daartussen wil ik een paar obstakels plaatsen. Maar dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat die racers die obstakels niet gaan ontwijken door naast de baan te gaan lopen. Dus ik pak even wat rode concrete. En meer rode concrete. Oké, nu kan je natuurlijk nog steeds van de baan af. Maar ik maak even wat schade. Want ik had hier allemaal cobwebs gezien. En als ik die nou eens eventjes knip... Wow. En als ik die nou eens eventjes knip... Hey, loot. Oké. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier? Een zombie spawner. Wauw. Oh, oh. Echt een gevaarlijk spel. Oké, ik heb ruim 3 stacks aan spinnenwebben. Daarmee zal ik het wel redden. Hier komt ongeveer de start. En hier komt ongeveer de finish. Yo, je staat in de fik. Ik zie je wel hoor, ik zie je wel. Ik zie je wel hoor. En dan plaatsen we daartussen gewoon die cobwebs. Jeetje, wat wordt dit mooi. Zo, en als je nu dan denkt van ik ga er wel even langs, dan zit je hartstikke vast. Ja, en dan verlies je dus sowieso, dat wil je niet, hè? En dan ga ik nu even de finish maken, want ik denk dat die het makkelijkst is. Zwarte concrete, witte concrete, dispensers en redstone. En dan wat bamboe planks voor wat pressure plates. En hekjes, altijd hekjes. Zo, mooie finishlijn. Dan plaats ik daarop de pressure plates. Hier een dispenser en hier een dispenser. Een paar raketten erin. En dan komt daar even wat redstone onder. En als ik er dan overheen loop... Wauw. Het werkt. Het zijn nu hele simpele raketten. Maar mocht ik later nou een grote mensenracebaan bouwen, dan zal ik ook mooie raketjes maken. Ik ben ook veel te druk met verhuizen nu. Een paar hekjes. En dan heb je toch een prachtige finish. De entree wordt net iets ingewikkelder. Want kamelen die kunnen dus over hekjes heen. Hier moet je kijken. Hekje zit dicht. Geen probleem. Dus ik moet dubbele hekjes maken. En ik wil natuurlijk dat iedereen precies tegelijk begint. Dus ik heb hekjes nodig. En redstone torches. En redstone. En blokjes. En repeaters. En even een knopje om het te testen. En als ik hier 2 palen maak. En daartussen die hekjes doe. En dan hier een blok. En hier een blok. Met een redstone torch. Leuk om te zien dat het niet werkt. Ik heb een idee. Heb ik hier wat slijmballen? Zeker. En ik heb een paar sticky pistons. Die plaatsen we hier en hier. Blokken er tegenaan. En dan hier een blok met een torch. En hier een blok met een torch. Dat lijkt er meer op. Maken we dit gewoon dicht. En als ik hier nou op druk, dan zou die open gaan. Moet ik dat hier ook even bouwen? En als ik hier nu een kameel inrij, dan zou die als het goed is vast moeten zitten. Ja, die gaat nergens heen. Dit ziet er interessant uit. En we willen natuurlijk dat de deuren precies tegelijk open gaan. En dat er iets aftelt. Dus dan heb ik een targetblok nodig. Een paar noodbloks. Glowstone. Voor redstone lamps. En goud. Voor gouden blokken. Want dat is mijn favoriete noodblokgeluid. Dan heb ik ook iets meer repeaters nodig. Wow. En daarmee moet het denk ik lukken. Sterker nog, het systeem zit al helemaal in elkaar. Als iemand dit targetblok raakt, dan gaat deze lamp aan. En dan gaan die lampen aftellen en dan gaan de deurtjes open. Ik zal het even laten zien. We klimmen op de kameel. We schieten op het targetblok. En daar gaat hij. Nou, en dan ben ik nu gewoon een raceauto. Dit betekent ook dat ik alleen nog de obstakels in elkaar hoef te zetten. En dan kunnen we de racebaan testen. Obstakel 1 wordt heel simpel, maar ook gevaarlijk. Cactus. Terwijl je aan het racen bent, moet je je uiterste best doen om de cactus te ontwijken. Ik heb het niet getest, maar dit ziet er niet heel ingewikkeld uit. Obstakel 2 is minder gevaarlijk, maar kan je wel heel veel tijd kosten. Ik graaf hier namelijk een gat waar je gewoon overheen moet springen. Zo is het gat 7 blokken lang en dit zou haalbaar moeten zijn. Perfecto mundo. Kan jij weer terug je hok in? En om het misspringen extra vervelend te maken, klimmen we heel even de nether in voor soul sand.
Oké, de gaten zitten erin en de cactus is iets moeilijker gemaakt. Hé, er wil iemand racen, geloof ik. Dan is het nu tijd voor obstakel 3. Voor obstakel nummer 3 heb ik dispensers nodig. En een hele hoop emmers. En ik hoop heel erg dat ik het hier kan vinden. Aha, voor powdered snow. 16 stuks. Die dispensers plaats ik hier in de grond. En daar doe ik dan de emmers in. En dan bouw ik hier even een redstone klok. Komt-ie. Welkom bij deze kamelenrace, lieve mensen. Ja, heeft een van jullie een boog? Anders moet ik op start drukken. Ik heb geen boog. Jeetje, zijn jullie nou Minecrafters? Oh. Een sneeuwbal mag ook. Heeft iemand een sneeuwbal? Nee. Natuurlijk hebben jullie geen sneeuwbal. Wat heb je wel? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, de winnaar krijgt van mij een high five. Dus dat is wel heel cool. Dat is wel heel cool om te krijgen. Ja, oké, dan ga ik nu op het targetblok schieten en dan gaat hij aftellen. Let's go! oké, dan gaat hij. Hey. Oh, hey! Wow! Hoppa! Oh! 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 Doorheen. Nee, oh! 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 Hey, high five. Hier, kom. Vond je de race leuk, Harlo? Kan je eventjes een kort vertellen? Echt superleuk. Ik denk dat dit echt een sport moet worden. Ik kan mee racen. Het was wel een beetje kort voor mijn gevoel. Ja, dat was ook wel. Oké, dus de baan mag wel iets langer. Ja. En hoe waren de obstakels? De cactus was uitdagend. Ja. Even kijken. Bij deze kon je er dus eigenlijk gewoon zo doorheen. Ja, dus die werkte eigenlijk niet zo goed. Die werkt eigenlijk. En de sprong? Dit is wel leuk, want dan moet je die dash doen. Dat is wel grappig. Ja, de sprong was goed. Misschien kan het gat nog wel iets groter. Ik denk het wel, want het was nog redelijk makkelijk. Ik ga er even over nadenken. Ja. Maar eerst ga ik verhuizen. Willen jullie nou een video zien zonder kamelen? Kijk dan vooral deze. Dit is echt heel raar. En dan zie ik jullie gewoon lekker na de verhuizing. Doei. Dit is heel raar om te zien, Harlo. Ja, ik weet het.